Welkom iedereen, weer een nieuwe aflevering van Fire Emblem Awakening. Vandaag gaan we weer verder met eigenlijk de story. We beginnen met chapter 12, de Seacombers. Waarin eigenlijk je ziet hoe Falmo gestructureerd is, puur alleen wat op de boot staat. Het is allemaal cavalry. En... eigenlijk, hier snap ik Walhart niet mee. Qua idee wat hij wil doen. Want als je wil dat je land prosperous is, je kan wel belasting gaan invoeren. En je kan wel bepaalde onderdelen gaan doen, zoals bijvoorbeeld alle possessions innemen, zodat je zelf beter wordt als leger. Eerst punt. Dan heb je het volk niet mee, gaat het volk waarschijnlijk binnen een korte tijd een revolutie beginnen. En dan ben je klaar. Dan hoef je eigenlijk niks meer te doen. Dan gaat leger kapot. Dan. En je kan zeggen, oké, maar dit is de wereld van Ferox. Of tenminste, het land van Ferox. Dus alles wat je met Ferox verzwakt. Verzwakt ook een leger mee, zodat je het makkelijk kan invaden. Zou kunnen. Ik vind dat alsnog geen slim idee, maar ja. Maar ja, zoals je ziet, we hebben ook in deze nieuwe character. We hebben onze eerste Wyvern Rider binnen. Cherse. Of Cherse. Of Cherse. Nou, we weten al dat ze oorspronkelijk een former vessel. Een soort van servant was van House of Firion. Wyvern is Minerva. Interessant genoeg. Heeft ze gewonnen van de Wyvern. In hand-to-hand combat. Oké dan. Ze is eigenlijk een pacifist, want ze haat eigenlijk vechten. Maar ze doet het alleen maar zodat ze haar familie weer terug kan zien. Nou, we hebben gezegd dat Gregor eigenlijk een voormalige werkgever verraadde. Omdat die werkgever wilde dat de Minerva vermoord werd. Dus dat is mooi. Voor de rest hebben we alles al een beetje gehad. Ongeveer zijn we nu bij het onderdeel dat Cherse nu meewerkt met eigenlijk het idee van... Oké, Krom probeert het plicht te houden, we gaan mee met Krom. En Cherse is redelijk... een redelijke huisvrouw. Zou die denken met een wyvern, maar ja. Dit heeft te maken met het feit dat ze ooit gewoon een dienaar was. Ze is goed met koken, naaien, al die dingen. Ook al is ze geen fan van Firion, ze is gewoon heel loyaal eraan. Omdat, nou ja, laten we even heel eerlijk zijn. Firion is een fucking playboy en zo arrogant dat je een ballon mee kan vullen. Dus ja. Ze heeft een heel raar gevoel voor aesthetics. Omdat ze monsters en insecten schattig vindt. Oké. Ze is een beetje... interessant met Callum, omdat zij het harnas van Callum heel interessant vindt. Oké. Goede band met Minerva en... als het kan, geeft ze Minerva de soldaten op wanneer ze niet luisteren. En dat was voornamelijk als tegenmoment. Ze heeft redelijk veel romantic supports. Heeft ook te maken dat ze ook later een kind kan krijgen. Robin, Meel, Frederik, Firion, Staal, Fike, Callum, Donnel, Lonku, Ricken, Gaius, Gregor, Libra en Henry. En normale supports zijn Miriam, Naui, Jerome en Morgan. En dat is het. Ja, Wyvern Rider, Wyvern Lord of Griffin Rider. Je kan haar een cleric maken, War Cleric en Sage. Of een troubadour, Valkyrie, War Cleric. Wat een beetje te maken heeft met het feit dat ze ooit als cleric trainen. Om... Minerva op te voeden. Voor de rest, ogen goede defense. Hoge HP, hoge strength en redelijke skill en speed. Interessante aan haar is wel dat ze meteen een hamer krijgt in dit level. En dit level heeft redelijk wat knights. Dus je kan haar redelijk snel terugbrengen als ze een beetje achterloopt.
Op het algemeen is het beter als een Wyvern Lord dan een Griffin Rider, omdat een Wyvern Lord meer tanky is en de Griffin Rider meer wordt gebruikt als transport. Dat is eigenlijk het zo'n beetje. Ze is goed voor tankiness en mobility en dat is eigenlijk alles. Je kan een sage maken, een klerk maken of een troubadour. Ze is tanky en dat is het zo'n beetje. En dat is eigenlijk een beetje alles wat over Shashi te zeggen is. Ze is interessant als unit. En over het algemeen, als je niet echt uitmaakt welke kant je opgaat met je characters, dan is het altijd nog een goede richting om op te gaan. Dus ja, deze moet je wel oppassen in het level, omdat je eigenlijk een split hier hebt. Je hebt drie kanten die je op kan gaan. En eigenlijk is het raar. Want tot nu toe, de vorige levels, volgens de story, was Mad King Gangrel. Dus eigenlijk dat gigantisch grote level. En Renewal. Waarin je tegen Mustafa vecht met die splits, dankzij de rotsformaties. En dan voelt dit eigenlijk een beetje raar aan, omdat je eigenlijk gewend bent om in een hele grote omgeving te zitten. Terwijl dit eigenlijk gewoon drie splits zijn. Met allemaal een beetje dezelfde units. En op dit moment heb je niet echt units die echt op aansluiten. Ja, je hebt Vike, die best handig hiervoor is. Je hebt Cersei, die heel handig hiermee is dankzij de hamers die ze heeft. Nou, mages zijn altijd handig tegen high armored units, dus dat is op zich wel fijn. Maar wat is het zo'n beetje? Krom kan je hier gebruiken vanwege zijn... Ik ben even de naam van het wapen kwijt. Vanwege de Falcon. Maar dat is ook zo'n beetje. Dus het hangt er echt volledig af van, oké, wat wil ik precies? Maar het is wel een level waar je soms verbaasd kan worden van, oh shit. Dus het beste wat je kan doen is gewoon eigenlijk twee zwakkere units wegsturen. Links en rechts. En zwak als in lagere defense. Dus denk aan Robin, denk aan Rick en denk aan een paar cavalry units of een trickster. En zoals je ziet, misschien een staal voor mobility. En alles in het midden moet zijn, dus een Fike en Gregor. Als je Long Q redelijk hebt geleveld, een Long Q. Gewoon characters die de hits kunnen taken. En ook gewoon even stil kunnen blijven staan, zodat alle characters daarop gefocust worden. De flanken wat rustiger worden. En je zo via de flanken zelf kan samenkomen op het middenstuk. En dan kom je op zich wel goed uit. En dat redden we dus dit niet. Maar eigenlijk is dit het meest makkelijke om even weer in te komen. Als je vergelijkt met de side stories van net. Omdat je eigenlijk maar één soort unit hebt. Nu is het heel duidelijk dat Falm heel veel cavalry units hebt. Maar in vervolglevels valt dat minder op. Dan zie je meer infantry units of high armored units of zelfs mages. Dus eigenlijk wat ze zeggen van ze hebben hoge cavalry, ze zijn heel sterk. Dat merk je alleen nu. Ik vind het mooi dat de term voor mensen die uit Falm komen, Falmies zijn. Terwijl, als je het vergelijkt met wat we hebben meegekregen, we hebben Plygian. Je hebt Elysian. Phyroxian. De achtervervolgingen zijn anders, terwijl in deze het Falmies is. Dat is interessant om te zien. Ik kan een beetje vergelijken met Vietnam. Je hebt Vietnamese, Chinese, Indonese. Je hebt ook dingen zoals Japanners. Zuid- en Noord-Koreanen. Dus dat is altijd wel interessant om te zien hoe die vervolgingen werken.
Als je kijkt naar Europa, kan je makkelijk zeggen, je hebt de Nederlanders, Belgen, Fransen, Duitsen, of Duitsers, Engelsen, Italianen, Spanjaarden, Portugezen. Het is altijd interessant om die vervoegingen gewoon mee te krijgen. Ja, je ziet ook ondertussen dat we redelijk veel units hebben gekilled. Want van mij vooral veel units. Nou ja, wat kan je nog allemaal krijgen? Nou, als je Dalton verslaat, krijg je een Billion L. Wat mooi is. Silver Lance en een Silver Sword van een Paladin aan de rechter en aan de linkerzijde. Een Elixir, een Second Seal, een Master Seal en een Beast Killer. Die Beast Killer wil je eigenlijk hebben. Omdat het gewoon heel goed is tegen die cavalry units. En eigenlijk de enige plekken waar je hem tegen kan komen zijn chapter 12 en chapter 16. Maar heel veel merchants verkopen ze ook gewoon. Maar ze zijn volgens mij speciale dingen. En je kan hem in een armory krijgen in de Conqueror's Whetstone. En dat is eigenlijk zo'n beetje. Fire Emblem Fates heeft erger, dat kan je meekrijgen. Terwijl Beast Killers best handig zijn. En hier is iets interessants betreffende de Bullions. In Fire Emblem Shadow Dragon is het als volgt. Je hebt Bullion S, M, L, XL. 20.000, 30.000, 40.000 en 60.000. Dat is redelijk wat. Iedere keer is de increment van 10.000, alleen bij de laatste is 20.000. New Mystery of the Emblem is het 10.000 en 20.000 met Bullion en Bullion L. Maar Awakening denkt, fuck it, we geven de mensen niet zo heel veel geld, omdat ze alle levels opnieuw toch kunnen doen. Bullion S, Bullion M, Bullion L, 2.000, 10.000, 20.000. Dus 5.000, een goede 5 keer hoger in vergelijking met S en M. Maar verdubbeling in M en L. Raar. Heel raar. Nou, dan krijgen we een Rally Luck. Boost Luck voor alle characters die een beetje in de omgeving staan. Ah, best handig om te hebben. En als de characters een beetje meehelpen, dan schiet het ook mooi op. Charge en Hup. Die is level 13, dus ze loopt mooi gelijk met de rest van de groep nu. En je ziet dat deze de second seal heeft. Dus gewoon killen. En huppakee. Ik krijg een mooi second seal. Dus mooi helemaal geupgrade. Oké. Okay. Die doen we nodigen ze gewoon uit om in de buurt te komen. Want ik ben hier heel erg bang voor het feit dat ze heel veel damage kunnen doen. Want als we met elkaar, als de pair-up werkt, kan de damage output ook gewoon flink oplopen. In het geval was het 20-20 met 19, dan heb je 59 damage. Maar in het ergste geval, voor de enemies, in het beste geval voor ons, had ook 2 keer kunnen critten. Nou, dan had je een goede 140 damage kunnen doen. Nou, dat tikt wel een keer aan. Oké, dan hebben we hier de Javelin die gewoon niks doet, ook al raakt het. Nou, wat hebben we daar nou aan? Helemaal niks. Oké, dan is het nu gewoon voornamelijk kijken van, oké. Hoe komen de Paladins en alle Cavalry units naar buiten? Links of rechts? En komen moet eigenlijk wel tekenen. Nou, je ziet gewoon die Javelins heb je niet zo heel veel aan. Javelins zijn heel mooi in het begin van de game. Maar later wanneer je tegen Cavalry units opkomt of zelfs tegen Armored Knights, dan verlies je alweer nut. Omdat vanwege hun hoge defense je gewoon niet door Javelins heen kan komen. Javelins zijn dan alleen nog maar goed tegen mages.
En zelfs tegen Archer zijn ze niet goed, omdat je toch weer een klap in je gezicht krijgt daarvan. Oké, dat trekt even aan. Ja, het is een zilver wapen, hè, dus dat is een upgrade over onze stalen wapens. En dat tikt qua damage flink op. En laten we zo zeggen, als dat twee enemies waren die dan op Gregor waren gejumpt, waren we klaar geweest. Maar gelukkig was dat niet het geval. Maar hier kan je ook zien dat zelfs een Javelin 0 doet tegen Rikken. Oké, Rikken is een geüpgrade klas, maar hij is ook nog maar level 1. En alsnog, het is een mage, dus... Ja, het is een beetje dom hoe weinig een Javelin kan doen. Ja, Silver Lens, stel ik ze op prijs. We kunnen geen kant op momenteel. Omdat alle units daar staan, dus gewoon hier halen. For fuck's sake, Sully, help me! Oké, er is dus gewoon niet met een bronzen bowman, huppakee. Dan kunnen we tenminste al langs. Nou, fight ik mooi aan. Kunnen we deze mooi afmaken met... Nee, doen we niet, we maken hem niet even met Tony. Dan moet je nagaan, een Javelin doet 0 tegen een villager. Een fucking villager. Toch even de defense van, als ik het goed heb gezien, van onze grote vriend Tony was volgens mij 20. Dan alsnog. Dat is gewoon zielig. Nou ja, dan nodigen we gewoon even de enemies hieruit van, hey, val even Robin aan. Nope, en Tok. Kom maar door. Ah nee, 2 damage. Maar was alsnog mis. Tok. Klaar. Heel fijn dit, heel fijn. Nou, maken de enemies even zichzelf af. Oeh, dat kan vervelend aflopen, omdat het is een zilver wapen, hè. En op zulke momenten denk je, oeps. Oeps. Wegrennen. Want dan zijn mensen te laag. De standaardregel naar mijn mening voor Fire Emblem. Als je op zo'n op eigenlijk de classic manier speelt van zijn units dood, komen ze niet meer terug. Komen ze onder de 10 weg. Maakt niet uit hoe tanky ze zijn. Of dat ze misschien 1 hit per keer kunnen taken. I don't care. Onder de 10 opzouten, healen. Want dan maakt het niet meer uit wat je voor elkaar kan krijgen. Je gaat neer. Nou, stuur Robin even die kant op. Want er is toch maar 1 unit. En naar welke character gaat hij? Ah, natuurlijk Fike. Maar nee toch. 2 damage. Nou. Ik ben alleen vergeten met welke ik deze afmaakte. Pan komt toch niet in de buurt. Ik heb alleen geen idee wat ik hier van plan was. Om mijn support verhogen, maar support wordt niet verhoogd als ze geen damage doen. Oh ja, ik word de Gregor levelen. Tok. Tok. En dat was het. En Gregor is nu level 17? Ja, level 17. Dus ik kan ook mooi binnenkort een keer gaan upgraden. En Sully en Star waren de MVP's, wat begrijpelijk was. Yes. Right. Yep. Ja, dat is het allerergste. Dit was de Vanguard. Dus, oeps. En dit snap ik niet, maar dat behandelen we in de volgende aflevering, want dit is heel raar. Hey. Right.
Ja, mensen, ik ben voor het kijken. Hoop je genoten hebben. En ik zie jullie de volgende keer weer een nieuwe Fire Emblem Awakening part. Terwijl Krom aan het afvragen is van, is het misschien een slim idee? Ja. Lord. Ik wil zeggen nee, puur en alleen maar onder het principe van, het mag dan een andere koning zijn en mag dan misschien niet zelf de bevolking zijn, of de bevolking mag dan van beeld zijn veranderen. Het is alsnog Plygia. Maar ja, wie weet. Tot de volgende keer. Laat eens. Listen.